Ja, dat is een soort emotie-app. Daar kan je op aangeven van hoe dat je eigenlijk op dat moment eigenlijk voelt. Als zij CatCrip heeft gebruikt, dan krijg ik een berichtje. Er is een bericht, staat op Kuli. Het zijn de emoties van de cliënt, dus iets heel kwetsbaars waar je over praat. En juist wanneer je al start met het toestemming geven om erin te kijken, bepaal je eigenlijk direct aan het begin al, jij bent in control als cliënt. We gaan het hebben over de 4 basisemoties. Ja. Kun je ze nog benoemen? Boos, blij, bang en verdrietig. Helemaal goed. Super. Bij Arno is het voornamelijk zo dat hij... dat je gaat herkennen van hey, wat zijn nou de spanningsmomenten gedurende een dag. Het is eigenlijk een manier om een cliënt meer grip te geven op zijn eigen emotie. Dat is het moeilijkste voor hem, het herkennen van zijn emoties. Dat moet eerst gebeuren via die app met name om te gaan leren herkennen. Je ziet gewoon dat hij er heel veel baat bij heeft en dat is gewoon heel mooi. Ja, ik vind het een hele goede ontwikkeling. Ik denk dat het de zelfstandigheid van de cliënten heel erg vergroot. En ik denk dat het therapie-effect ook aanwezig is, waar je normaal dat ene uurtje in de week hebt, heb je nu dus een hele week om te oefenen met de emoties. En dus een week later ben je al veel verder dan alleen die ene bijeenkomst.